Goedendag, bij mij in de studio zit Dick Hielkema. Hij was ruim 10 jaar werkzaam bij LTO Glaskracht Nederland. En sinds 1 april is hij directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie. Welkom meneer Hielkema. Hallo. Bij Glaskracht was u met verschillende gewassen en thema's bezig. Nu alleen met de aardappel. Is dat wel boeiend genoeg? Ja, goede vraag. Glas en bouw is natuurlijk heel breed, klopt. Bij de aardappels is het zo dat de NO zijn structuur veranderd heeft. Dus de directeur is ook tevens het gezicht naar buiten. Ja. En dat geeft voor mij toch wel een extra dimensie, dat ik zowel intern als extern opereer als het gezicht van. En een tweede reden is dat de aardappelketen voor mij nieuw is. En ik vind het gewoon leuk om nog eens een keer te verdiepen in een nieuwe sector van de agrarische sector. Ja, en u bent inmiddels enkele weken werkzaam in deze functie. Heeft u wel een beeld van waar de NAO op dit moment staat? Nou, de NAO is een branchevereniging van de handelaar in aardappels. Maar in feite ook de aardappelveredelaars. Het is dus een brede achterban. Ja. En de NAO is, ik heb ongeveer 30 bedrijven bezocht inmiddels. Dus ik besteed vrij veel tijd aan ledenbezoek, heel divers. En ik merk gewoon dat die bedrijven erg kijken naar wat doet de NAO op het gebied van marktoegang en handelsbelemmeringen. Dus dat is een duidelijk punt waar wij de belangen van behartigen. De ketenaanpak, de hygiëneprotocol is heel belangrijk. Marktinformatie. De notering vindt men belangrijk. En verder ook bijvoorbeeld opleidingen voor keurmeesters. Dus de NAO doet een aantal activiteiten die echt nodig zijn. En soms zegt een lid wel eens, ik zie niet zoveel. Dus met andere woorden, de communicatie is echt wel een aandachtspunt. Ja, dus nou ja, dat is een hele brede onderwerpkeuze, zeg maar. Maar zitten daar ook weer onderwerpen in die u zelf naar u toe trekt, mm-hmm, en waar u ambities in heeft? Nou, ik ben altijd erg voor communicatie. Bij mij is een branchevereniging geen bericht, goed bericht bestaat niet. Dus je moet de leden altijd laten zien wat je aan het doen bent, ook als het niet gelijk een resultaat is. Dus ik heb de communicatie opgepakt om dat eens helemaal goed door te lichten. Verder ben ik voorzitter van de consumptiecommissie en van de pootaardappelcommissie. Dus ik moet eigenlijk alle onderwerpen bijhouden. Ja. Maar ik ben ook speciaal aan het kijken naar de lobby via Brussel en Den Haag. Om daar ook in te investeren. Dus ik heb wel een paar zaken die ik opgepakt heb. Oké. Okay. En de handel, de NAO is het belangenhartiger daarvan. Hoe gaat het nu met de handel eigenlijk? Want die positie die lijkt wel wat kleiner te worden. En ja, moet je daar iets aan doen? En misschien kun je dan gelijk de vraag stellen, past het doel van de NAO nog wel bij deze tijd? Ja. Ja, die vraag heb ik mezelf ook gesteld eigenlijk, al voordat ik begon. En voordat ik daar eigenlijk aan het solliciteren was. Maar het is zo dat de aardappelhandel qua belang teruggelopen is. De NAO kent nog bijna 200 bedrijven die lid zijn. Maar wat ik net zei, ook een brede groep bedrijven, ook met veredeling van aardappels. Dat is erg belangrijk. De aardappel is wereldwijd, staat enorm in de belangstelling als voedingsmiddel. Ja, eigenlijk bij alle landen. Ja, dat merken wij ook. Zeker buiten Europa en Amerika. De handel zelf, het belang is wel afgenomen. De andere kant, je ziet dat aardappels een natuurproduct zijn. Dat er altijd tekorten en overschotten zijn. Ook de klimaatverandering. Dus ik denk dat de handel wel, hoe het nu is, toch nog een behoorlijke toekomst heeft. Ja. En verder zal het ondernemerschap in de keten ook breder worden. Dus ja, het hele begrip handel is eigenlijk ook aan verandering onderhevig. Ja. Het is veel meer ondernemerschap geworden. Ja. En de NAO die kan daar nog daar voldoende aan bijdragen om dat weer naar een hoger plan steeds te tillen. Ja, daar ga ik wel van uit. Bovendien noemen wij onszelf Nederlandse aardappelorganisatie. Dus daar heb je toch ook wel een behoorlijke ambitie als het over aardappels gaat. Uiteraard in de schakel naar de teelt. Maar de ketensamenwerking is dusdanig in de aardappels, heb ik al gemerkt. Ja, dat je gewoon heel veel kan doen vanuit die keten. Ja. En ik kijk ook altijd even naar wat gebeurt er in andere akkerbouwsectoren. En bij de uiensector dan merk je dat er heel hard wordt gewerkt aan het openen van nieuwe markten. Is dat ook iets wat in de aardappelsector misschien of beter gecommuniceerd moet worden? Of moet er überhaupt meer aan worden gedaan? Ja, als het niet bekend is, dan moet er zeker beter over gecommuniceerd worden. Het is zo dat wij naar 80 landen exporteren, pootaardappelen. Ik meen de uien naar 120 landen, dus in die zin is dat, maar er is ook wel veel meer vrije handel ook in de uien. Maar wij werken keihard aan marktoegang, bijvoorbeeld Oostelijk Afrika, Tanzania, Kenia, dat is laatst ook in het nieuws geweest. Daar mogen poten in de toekomst naartoe. Dus in die zin is dat, zijn dat echt markten die opengebroken worden. Ja. Dus dat is voor ons een speerpunt. Ook in de consumptie aardappelen zie je af en toe handelsbelemmeringen die we proberen op te lossen.
Ja. Maar we willen zeker nog proberen om de hele wereld eigenlijk van aardappels te voorzien. Ja. Nou ja, dat is een belangrijke uitdaging. Ja, ja, als de markten weer worden geopend, dan melden wij dat natuurlijk graag op onze website. Ja, nou, Van Dam is laatst in Oostelijk Afrika geweest. Ja. En daar zijn ook weer handtekeningen gezet, ook met overheden, om pootaardappels daar toegelaten te krijgen. Ja. Dus het zijn toch wel belangrijke ontwikkelingen. Ja. Nou ja, ik wens u daar heel veel succes mee. Bedankt voor de komst naar de studio. Oké, bedankt voor het interview. Ja, en u bedankt voor het kijken.